Ding, ding. Jurgen van den Berg, Cappuccino. NCRV. De muziek zegt alles. Cappuccino bestaat 15 jaar en eigenlijk is het vanaf het begin een groot succes gebleken. En staan we eigenlijk altijd in de top van de best beluisterde programma's van Nederland. Regelmatig zijn we ook echt het best beluisterde programma van Nederland. Dus daar zijn we ook echt wel enorm trots op. We komen om 19:30 ongeveer binnen en dan nemen we eerst als een gek alle kranten door eigenlijk. En teletext, wat is de waan van de ochtend, naar zaterdagmorgen? Meestal hebben we al een hele bulk aan onderwerpen in de loop van de week verzameld. En dat sowieso kijken we heel erg naar de actualiteit en proberen we daar in de loop van de week leuke haakjes te vinden. Waardoor je zo'n onderwerp toch nog kunt doen, maar dan net even anders. Iedere zaterdagmorgen ben ik om 17:45 onderweg naar de markt om de broodjes te halen voor het ontbijt. Ik kom hier aan en dan zorg ik dat het Mediacafé ingericht is. Ja, dan gaan we om 9:00 beginnen met het programma. Het duurt tot 12:00. En dan in die 3 uur kan je echt, los van de dingen die wij zelf bedacht hebben, echt van alles verwachten. Want met name die telefoontjes, dat is altijd een onheilspellend iets. Dat kan de ene keer heel leuk zijn en soms word je uitgescholden voor huften. Ik vind het muzikale armoe en jij bent een hufter. We blijven vrolijk deze zaterdagmorgen. Cappuccino, goedemorgen. Het belangrijkste kenmerk van Cappuccino is dat het een programma is waarin we mensen hun verhaal laten vertellen. Het zijn echte mensen die rare of vreselijke of heel grappige of afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. En dat, dat zijn wel echt de verhalen die leven. Jij gaat zelfs zover dat je zegt een bril verpest eigenlijk je oog. Hoe jonger je met een bril start, hoe hoger je eindigt met je sterkte van je bril. Mensen doen ook actief mee. Dat doen we met onze telefoonlijnen echt open te gooien. Er zit ook niet echt een screening aan vooraf. Over het algemeen zijn het allemaal vriendelijke mensen die iets hebben op te merken, aan te merken. Cappuccino, goedemorgen. Goedemorgen, met Tony in Amsterdam. Tony. Nou, ik zat vorige week. Zat ik bij de dokter en toen was er een mooie vrouw. We hebben ook elke week live muziek in het programma. En daarbij proberen we een beetje afwisselend echt hele grote namen op het podium te hebben. En een jong aanstormend talent. Het idee van de VIP-taxi is dat mensen iets kunnen, iets willen, laten zien. Die kunnen zich aanmelden, die halen wij op met een VIP-taxi. Ze krijgen ook een VIP-behandeling dan. Nou, dan gaan ze hier een kunstje laten zien of laten horen. En dan is het aan onze luisteraars om te bepalen of het leuk genoeg was. Ja, met die spanning en zo, weet je, in deze tijden van stress en crisis. Je kent maar niet beter weten, toch? Is dat zo, dan mogen ze met die taxi terug. Is het niet zo, dan moeten ze lopend of met de bus die hier voor het pand start. De slogan van NCRV is natuurlijk samen op de wereld. Ik denk dat Cappuccino dat echt letterlijk in de praktijk brengt. Voor iedereen is er plaats. We proberen ook onze onderwerpkeuze daarop af te stemmen, zo breed mogelijk. En, nou ja, dat geldt dus ook inderdaad voor die telefoontjes. In feite maak ik dat programma samen met de luisteraar. Radio 2. Jurgen van den Berg, Cappuccino. NCRV. De muziek zegt alles. Radio 2.